Zo, welkom bij een nieuwe video. Ga weg man, je wil alles overnemen. Kst, opzouten. Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Leuk dat jullie kijken. Deze week hadden we sneeuw, dus het was hartstikke druk. En laten we maar snel gaan beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik zie jullie zo bij de eerste melding. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Nou, daar zijn we alweer. Het zonnetje staat laag. Misschien dat dat oorzaak is van het ongeval waar we nu naartoe gaan. Want je kijkt dan recht in de zon. We gaan namelijk net uit de Botlektunnel en dan vanaf de Europort richting Rotterdam. Daar is een ongeval gebeurd. Eén voertuig zou wel moeten staan op de vluchtstrook. Dus dat kan, zoals jullie weten, of betekenen dat ik dwars door de vangrail heen is gegaan. Of dat het ongeluk wel meeviel en dat hij zelf naar de vluchtstrook is gekomen. Dus we gaan eens even kijken welke van de twee het is. En we gaan ook gelijk even kijken of we door de Kado kunnen. Dat betekent calamiteiten doorgang. Zie je soms bordje rechts of links van de weg. Rood bordje is het meestal met daarop Kado over 500 meter. Dus we gaan eens even kijken. Gaan jullie dat zo zien? Ik zie daarboven wel een auto staan, maar die is geloof ik van de politie. Dus we gaan ze even vragen of hun bij het ongeval zijn geweest. Dit is trouwens die calamiteiten doorgang waar ik het over had. Maar ik heb zo'n idee dat het een loze rit wordt. De tunnel zelf is, die zie je hier beneden. Er is geen baan afgesloten of zo. Dus ja, weinig aan de hand. Ik kan heel even vragen aan hen of ze er iets van weten. Niks aan de hand dus. Er was wel een ongevalletje, maar niks spannends. Dus we gaan weer verder. Want wij kunnen niks betekenen. En meneer de agent blijft hier nog even staan. Ik weet niet, misschien dat ze met ANPR controle bezig zijn of zo. Dat maakt verder voor mij natuurlijk niet uit. Ik kom alleen voor de ongevallen. Het is alweer even geleden, maar we zijn onderweg naar een IM-melding en dan OW. Dat betekent voor de mensen die nog niet zo lang naar dit kanaal kijken, onderliggend wegennet. Dus dat is dan een ongeval die ergens in de stad of zo is gebeurd. In dit geval in Numansdorp. Daar gaan wij naartoe voor een aanrijding. En meestal, als je natuurlijk een aanrijding in de stad hebt, dan bel je gewoon je verzekering en dan wordt die weggetakeld. Maar mocht er nou zo zijn dat iemand of gewond is, of is aangehouden, of zelf niet meer in staat is om zijn verzekering te bellen, of de verkeersdoorstroming in het geding is, dan maakt vaak de politie een melding aan bij het LCM. LCM is de organisatie die ons die meldingen toestuurt. Dat is nu dus ook gebeurd. Dus zijn we onderweg naar Numansdorp voor, ik geloof, een Mercedes Sprinter of een Volkswagen Transporter, één of twee, ik weet even niet meer. Waarvan de voorzijde niet rolbaar is. Dus we gaan eens even kijken wat daar precies is gebeurd en dan zien jullie dat zo. Nou, zoals je ziet, onderweg hebben we zelfs nog een beetje winterwonderlandschap. Dat is wel even terug dat ik het zo heb gezien. Voor de mensen is dat natuurlijk altijd kloten, hè, als er veel sneeuw ligt en zo. Maar voor ons bergers maakt dat het wel. Ja, er zit een soort extra romantiek aan of zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar
Dat maakt het leuk. Er gebeurt gewoon veel. De uitdaging is wat groter. Je moet zelf uitkijken dat je niet vast komt te staan. Dus ik vind het altijd leuk als er sneeuw ligt. Hier staat denk ik iemand met pech of zo. Maar boven zie ik ook zwaailampen van politie. Dus daar moeten wij zijn. Meneer met de denkwagen, waar moet u naartoe? Moet u hierheen? Kom maar. Dat was makkelijk, meneer. Rechts. Dat is best wel. Goedemorgen. Is het goed in elkaar? Oh. Goedemorgen. Spreek wel Nederlands? Ja. Ja, oké. Is dit uw bus? Ja. Oh jee. Dat is best hard gegaan, denk ik. 50. Ja, hij is goed opgevouwen. Oké, ik ga de auto en u meenemen als u niet opgehaald kan worden. Oké. Dat is goed. Ik ga de auto even laden dan. Ik loop even naar de politie om het even te bespreken. En dan heb ik zo nog wat gegevens voor u nodig. Ja. Is er een ambulance geweest? Nee, die komt net niet mee. Nee? Niet nodig? Ja, mijn voet daar gaat steeds meer zitten. Maar ik moet er toch mee naar binnen. Oké, ik loop even naar die agenten toe. Ja. Wat is met deze auto gebeurd? Die heb ik voor trouw geramd. Die heb ik geramd. Maar aan welke kant heb je deze geraakt dan? Want ik zie... achter, bij zijn wiel. Aan daar deze kant? Daar heb ik hem gedaan. Oh ja. Het volgt erop. Ja. Ja, het is natuurlijk ook super glad nu, hè? Ja, maar ja. Ik weet niet, het ging allemaal zo snel. Ja, voor je het weet is het gebeurd. Ja. Ja. Dat hoor ik wel vaker, ja. Dat is, ja. Hallo, mag ik beginnen of moeten jullie nog wat hebben? Volgens mij niet. Nee, ik denk dat het wel gaat. Denk zo. Thanks, hoi. Nee, die staat zo ook vast. Ja, dat is spannend. En we zijn een goede klap geweest, man. Ja, ja, zeg dat. Gelijk even bizarre chaos op de snelweg ook. Dat is al een vierde aanrijding. Ja? Ja. Echt niet normaal. Je valt, ja, je hebt nu deze wegen en je wordt er gewoon voor. Ja. Ja, wij komen niet zoveel, zeg maar, buiten de snelweg. Alleen, ik geloof ANWB verzekerde dat wij hier doen. Ja, terwijl ik toch al vandaag twee gehad van... Ja. Dat was toch echt bij te snelweg. Ja. Maar ja, met dit weer. Ja, daar. Jongen, van de kant. Ja. Kan je die gastaar nog even uit de modder trekken? Welke? Die bakbus. Komt daar niemand voor dan? Nee.
Niet? Nee, want hij kan gewoon verder rijden. Zijn hele wielstof scheef, hè? Wat dan? Nou, hij is op die zijkant geklapt, zijn velgen, zijn hele deuk in en zijn wielstof aan de binnenkant. Ik heb niet gekeken, hij kan gewoon verder rijden. Kijk, hier zijn velgen ingedeukt. Ja. Dus als hij de straat uit is, dan klapt hij. Ja. En hier moet je wel even een melding voor maken ook. Ja, best goed. Hij is goed opgevouwen, joh. Kijken wat we met die bumper kunnen doen. Zo, daar komt hij er al niet meer uit. Super donkere lucht. Nou, de sneeuw begint nu ook weer te vallen. Daar sneeuwt het echt super hard trouwens. Dat belooft nog wat te worden. Did you call your insurance? Ja, yeah, insurance is on the way. Oké, okay. Good luck mate. Nou, het sneeuw is losgebarsten zoals jullie misschien hier naast mij door de ruit heen wel zien. En anders zal ik zo de camera even omdraaien. Maar ja, de aanrijding op een kruispunt. Het is nu natuurlijk glad, hè, omdat het heeft gesneeuwd. Mensen zijn het nog niet helemaal gewend, de gladheid. Omdat dit volgens mij de eerste keer is dit jaar dat de sneeuw echt een beetje blijft liggen. Volgens het verhaal was de auto die wij erop hebben staan met 50 in de auto die andere auto geklapt. Ja, dat is best hard dan opeens 50. Dat zie je ook wel aan de schade. Hij is best wel een beetje opgevouwen. Nou, gelukkig viel het met de verwondingen wel mee. Ik geloof dat hij wel last van zijn been had, maar niet zodanig dat hij met een ambulance mee zou moeten ofzo. Dus, we gaan de auto afzetten bij ons op het depot en dan gaan we kijken wat er verder gaat gebeuren. En dat kan best nog wel eens wat zijn met dit weer. Er staan daar in de verte een paar voertuigen op de vluchtstrook. Ik ga eens even kijken of ik daar normaal bij kan komen. Er staan er twee. Maar ik kan daar niet bij komen. Tenminste, niet normaal. Er staat hier ook een vrachtwagen op het puntstuk. Even de verkeerscentrale bellen.
Hey, met Tim Baendrecht. Hoi. Hey, de A15 rechts, 60.8. Daar is een ongeval gebeurd. 3 voertuigen. Ik denk dat ze wel zelf verder kunnen. Maar er staat hier een vrachtwagen op het puntstuk. En die meneer die loopt gewoon op rijstrook 1, zeg maar, vanaf de 29. Dus ja, misschien even een kruisje. Ja, nu. Ja, kan je er ook... Volgens mij, mijn collega is nog bezig in de challenge. Dus, oh ja, ja. Die staat er nu ook op. Goed. Ja, die personenauto's, ik denk dat ze wel zelf verder kunnen. Ik zie een spiegeltje wat scheef hangen en wat deuk in de deur. Maar die vrachtwagen moet hier natuurlijk in ieder geval even weg. Ja, snap ik. Ik ga even uitstappen, ga ik even het verhaal aan horen. In ieder geval van die vrachtwagen. En dan een wissel zal sowieso aanrijdend zijn, denk ik. Ja, klopt. Die aanrijdend. Oké, dan kijk ik even wat ik kan doen. Terug! Hij is helemaal gek, die vent. Wat doet hij, joh? Oké, ik kom zo bij je terug. Ja, dankjewel. Hoi. Even naar de vangrail. Hallo. Blijf maar even daar. Ja? Ja, ik ook. Ja, ze zijn onderweg. Ze gaan deze weg even dichtzetten, zodat hij op kan schuiven. Ja. Ja, u bent alleen getuige. Ja, oké, u mag gaan, ja. Is goed. Kijk even uit met invoegen. So when the police and everything is here, you can go to your car. And move it to the safety lane here, to the emergency lane. Okay? But scared of it. Yeah. What happened in the accident? I don't know. But there you have insurance for, right? Fill the papers in and then your insurance company is gonna fix it. But safety is important. You just crossed the road, but there are cars coming with 100 kilometers an hour. So please stay on this side. Die meneer die liep hier rondjes over die snelweg, dus ik heb hem even naar de vluchtstrook gestuurd. Misschien dat we hem zo heel even dicht kunnen gooien dat hij kan doorsteken. Ja, dat was het idee al, daarom had ik een collega meegenomen. Oh ja, precies. En dan kan ik ook even doorsteken. Ja, maar kan zij verder of niet? Ja, ik denk het wel. Dat valt daar voor mee. Maar, ja, maar hij staat daar zo kut. Ja. Hij is toch op reis er ook eens een beetje foto's te maken, hè? Wat zei je? Ja, Roemeens kenteken. We zorgen even dat hij naar deze kant komt. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Maar ik denk dat u gewoon zelf verder kan. Ik heb de spiegel even teruggeklapt. Ja. Dus dan kunt u eventueel dadelijk met hem op de afrit even de formulieren invullen. En dan zelf naar de schadehersteller toe rijden. Ja. Ik ga zo nog even naar de wielen kijken. Maar ik denk dat er weinig aan de hand is. De spiegel heb ik ook teruggeklapt. Ik vind het heel veel. Ja, het ziet er veel uit. Maar ik bedoel, de rij-eigenschap van de auto wordt niet door beïnvloed. Nee. Maar die vrouw zegt ook, dan rijden we gewoon naar de afrit. Ja, kunnen we even naar het Shell. Kunnen ze daar het formulier invullen. Oké, okay, we go to the exit. Ja. And then to Shell. Voor de claim form, oké? Okay? De exit is come back hier. Ja, ja, ja. Daar gaat Patrick. Oh, wait! Nee, hij heeft echt geen idee. Dat is denk ik haar man. Dat is denk ik haar man. We gaan naar de Shell. Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Het is niet zo slim om rondjes te gaan lopen op de snelweg of zomaar over te steken terwijl er nog allemaal verkeer voorbij komt. De schade viel op zich wel mee, maar mevrouw is geraakt door die vrachtwagen en toen is ze gaan tollen. Dus de schrik zit er goed in, wat ik goed begrijp. Ik denk dat ik zelf niet anders zou reageren.
Ik ben even met ze meegereden. Ik sta nu bij de Shell in Barendrecht. Hier gaan ze netjes de formuliers invullen binnen met een bak koffie. En dan gaat de verzekering dat vast weer in orde maken. En dan gaan wij kijken wat er verder nog gebeurt. Ondanks dat het sneeuwt, heb dit denk ik niet zoveel te maken met de gladheid. Volgens mevrouw is ze aangetikt door die vrachtwagen. Ja, dan doe je weinig. Zo'n vrachtwagen weegt een hoop. Dus op naar de volgende. We hebben een ongeval doorgebeld gekregen. Wel een tongbreker. Op de A20 in de Utrechtbocht. De uniform. We gaan eens even kijken of dat inderdaad waar is. Hij is nog niet via de officiële wegen binnengekomen. Dus we gaan kijken of er wat staat. En als dat zo is, nemen ze uiteraard gelijk mee. En dan gaan jullie zo zien of dat klopt. Dus tot zo! Die gaan daar ook naartoe. Dus daarom hou ik even afstand, zodat ze ervoor langs komen. Op de tegenstelde richting kwam ik ook al een politieauto tegen met zwaailampen. Ik zie hier wel de politie staan. Daar een auto en hier een auto. Dan kan de politie die auto beveiligen en wij die andere. Gaan we even kijken wat er aan de hand is. Hoi. Hey. Twee auto's betrokken of? Ja, klopt. Ja. Die ook? Die ook, ja. Okay. Wacht even, mijn collega's, wacht even af. Ja. Ik heb al een rijstrookje gevraagd van mij. Hey, meteen Barendrecht. Mag ik op de A20 links 24-1 uniform een kruis op rijstrook 2? Even kijken hoor. Ja, hij staat er nu op, ja. Ik sta zeg maar richting de afrit, want daar staat ook een voertuig. Ik denk, laat ik de politie, laat ik de overrijbaan, of tenminste de uniform doen. Sta ik op de afrit. Maar ik denk niet dat er iemand mee moet. Ik weet nog niet zeker. Maar... Nee, ik heb nog geen nummer. Maar stel, ik moet naar achteruit een stukje terug, dan is een wisp misschien wel handig. Dus ik weet niet of die in de buurt is. Oké. Okay. Nou, zien we die zo, ja? Dankjewel. Hoi. Ik ga heel even bij die auto kijken. Ben zo terug, ja? Deze schade ook. Nee, dat valt mee. Deze kan gewoon zelf verder. Ja, ik zie die auto erbij ook. Ja, ze komen er allemaal doorheen. Huh? Ze komen allemaal door het kruis. Hier nog één. Want ja, ik moet de afrit hebben en dan geldt het niet, een kruis. Nee, dat hoeft het niet. Ja, je ziet het. Ah, deze hoeft sowieso niet mee. Die denk ik ook niet hoor. Ja, ik weet het niet. Je bent al iets ouder, maar voor de schrik heb ik toch een beertje voor je. Dankjewel. Alsjeblieft. Ga hier zo, ga je met die voor. Was er gevraagd voor de ambulance? Wilden jullie hebben? Ja, voor mijn hoofd en mijn nek. Oké. Okay. Blijf even rustig zitten tegen de vangrail aan. Was er een ambu opgeroepen voor die vrouw? Ja, die reed al door volgens mij. Ja. De mevrouw heeft de last van de hoofd. Die is een beetje... En van de nek. Oké. Okay. Als die mevrouw mee moet, dan neem ik de auto mee. Ja. Zo niet, dan kan ze zelf verder. Ja, als klein schaap denk ik. Maar ja, het valt wel mee. Ja, precies. Het wiel staat vrij. Ja. En bij die eigenlijk ook. Dus ja, dan hoef ik weinig te doen. Ja, dus... Maar even kijken, als ze mee moet met de ambu, dan moet ik hem natuurlijk wel meenemen. Dan moet hij mee, ja. Misschien dat hij dan door kan geven.
meneer. Hallo meneer. Dag meneer. Ik kom het u even uitleggen wat we dadelijk gaan doen. Oh, Geer, luister even mee. Hallo, goeiedag. Hallo, goeiedag. U heeft dat verhaal al begrepen? Nou ja, wat ik weet is dat hij is tegen een ander aangezeten. Ja. Zijn voorkant zit in elkaar. Hij zegt dat die auto nog kan rijden. Ja, dat klopt. En dat hij hem dat hij maar zo naar huis rijdt. Ja, precies. Ik ben van het bergingsbedrijf. Ik samen met Rijkswaterstaat uiteraard beveilig ik hier even het ongeval. De tegenpartij wordt even nagekeken door de ambulance. Maar meneer kan inderdaad gewoon op eigen kracht verder. Dan kan hij gewoon zelf naar een schadebedrijf toe rijden. Die hoeft verder niet met mij mee met de berging. Het enige wat belangrijk is dat ik nog even gegevens uitwisselen met de tegenpartij voor de schadeformulieren. Ja, snap ik. Dus die ga ik dadelijk even opschrijven, zodat meneer die gegevens heeft. Als je er mee wil helpen, dan... Ja, dat komt goed. Ja? Okay, voor u ook duidelijk, meneer? Ja? Oké. Okay. Nou, super. Houdt rapporten simpel bij hem. En zeg maar, hij loopt regelsbreed 300 meter vandaan. Oké, okay. Nou, dan komt het vast goed. Politie is er ook, die helpen ook altijd even. Dus dan komt het vast goed. Fantastisch. Dan zeg maar tegen hem dat hij me moet, dat hij me even belt. Oké, is goed. Dag. Hey, ik zit bij jou onder je auto... Olievlek. Oh jee. Wacht even, ik geef deze aan die man. Ja, is goed. Wat heb je afgesproken? Gaan jullie... Nou, hij kan zelf naar huis en dan even gegevens met die mevrouw uitwisselen. Dan kunnen ze schadeformulieren invullen. Ja. Of ze dat nu doen of later, dat moeten ze even zelf bepalen. Nou, ik hoorde net van mijn chef van niet hier. Want nee. Ja. Dus vandaar ik zei van gaan ze met jou mee of niet? Nee, hij sowieso niet. En als mevrouw niet mee hoeft met de ambulance, kan zij ook zelf verder. Dan geef ik dit aan hem en dan loop ik met je mee. Ja. Ik moet gewoon rijden met hem of... Ja, u kunt er gewoon mee rijden. Ja. Voor mij, ik denk uw man. Ja. Die is denk ik de gegevens even aan het uitwisselen met die meneer. Zodat jullie schadeformulieren kunnen invullen. Ja, ik heb ook al gebeld naar andere mij aan. Dat wel even goed afspreken met die tegenpartij. Ja. En dan gaat het wel goed komen. Maar hij wil de beste schade, niet? Het lijkt altijd heel veel. Maar uiteindelijk zal het best meevallen. Ja, een bumpertje, kofferklep. Ja, kijk, goedkoop is nooit, hè. Maar... Nee, en die meneer is uiteraard ook gewoon verzekerd, want dat iedereen die op de weg rijdt. Dus ja, dat komt wel goed. Ja. Het is denk ik meer de schrik. Nou, ja, ik wist ook niet wat me overkwam. Nee, dat snap ik. Het is boom. En ik ging nog naar de linkerbaan. Ja. En dacht, ik kan niet meer koppelen, maar mijn voet stond ernaast. Oh, ik stond helemaal niet bij de koppeling. Nee. Weet je wel, dus ja, gewoon door de shock. Ja, dat komt wel goed. Nou, dank je wel nog voor het weer. Ja, tuurlijk. Geen probleem, vriend. Ja, dit is gewoon bumpen. En dat gaat er niet af. Nou, met de schade viel het alles mee, gelukkig. Natuurlijk wel flink geschrokken. En ik begrijp dat heel goed, want als jij gewoon zo rijdt en er komt opeens iemand tegen je aan of zo, ja, dan schrik je ook helemaal wezenloos. Nog een beertje uitgedeeld. Het is lang geleden dat op beeld is gebeurd. Ik weet niet, op de een of andere manier doe ik dat vaker bij pech. Dan zijn er vaker kinderen aanwezig. En dan staat de camera meestal niet aan. Maar goed, om jullie te laten zien dat ik dat uiteraard nog steeds doe. Ik vind niet iets dat dat per se gezien moet worden. Maar goed, nu weten jullie het. Die beertjes heb ik nog steeds, deel ik ook nog steeds uit. En dat was er weer. Kijken of er wel nog wat gaat gebeuren. Het is een drukke dag. Maar dat vind ik niet erg. Wat is de vraag eigenlijk? Die ga ik je zo stellen. Ja, maar dan weet ik toch niet wat de vraag is, joh. Klont. Oké, zeg maar dan. Daar zijn we weer met de vraag van de week. Hallo. De vraag van de week. Ja, dansen. Het gaat wel helemaal niet lukken. Ja. Hoe heet het? Iedereen vond mijn kop toch ook wel leuk. Wel, hè? Jij zei, jullie zullen die kop van Tim wel zat zijn. Oh, dan ja. Ja, het is niet veel beter, volgens de reacties. Nee, maar ik denk dat de werkzaamheden die ik doe... Kijk, nu ook dit, hè? Oh ja, dat stond er ook. Patrick moet een keer zijn jas gaan bassen. Ja, dat ga ik nu zeker doen. Ja, wat is dat? Zout of... Stelling afgebroken in Den Haag. Je bent ook voor alle markten thuis. Alles, hè? Alles. Ja, waar was Tim? Aan het werk. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. De vraag van de week, dat is de een met de meeste likes, daarom heb ik hem uitgekozen. Ja. Wat vind jij ervan dat je nu twee YouTubers in je bedrijf hebt?
Wat ervaar je daar profijt van? Of juist niet? Of wat vind je ervan? Nou, ik vind het heel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Want het is wel echt reclame voor het bedrijf, hè, zeg maar. En denk het ook. Leuke mensen op zich. Ik merk wel dat met name zwaar worden wij sneller van dat ze zeggen... Wil je ons beter blurren, want ik wil dat niet zichtbaar hebben. Okay. Dat heb ik met licht eigenlijk niet. Of jij legt het beter uit, ik weet niet. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Ik denk dat vooral het verschil is, denk ik, CMV wordt gelijk betaald door de mensen die met tech staan. Ja. En met wat ik doe natuurlijk niet. Dat gaan allemaal via verzekeringsmaatschappij. Maar wat vinden die mensen ervan dan? Wat is het leuke? Een Tim of een Tom? Ja, ik vind ze geen van beide eigenlijk niks. De mensen die nu naar mijn kanaal kijken, die... Die zappen gauw door. Hopelijk zeggen die nu, nee, ik vind Tim leuker. Maar Tom doet het ook hartstikke goed. Goed, hè? Eerlijk, ja, vind ik wel. Hij legt het ook leuk uit. Ja, mooi. Dus dat gaat goed opgeleid. Dus ja? Heb je toch een beetje gedaan? Ja, een beetje geholpen, maar het meeste heeft hij wel zelf gedaan. En hij krijgt ook binnenkort een eigen cameraman, hè, begreep ik. Is dat zo? Ja. Doet hij goed? Jij. Oh. Ga jij mee? Moet ik uit het licht? Ja, die zon die staat echt heerlijk vol in mijn bakken. Zo, ga iets naar voren. Ja. Oké. Okay. En Maar dat was de vraag. Ik ben daar wel blij mee. Ja? Zolang het maar niet ten koste gaat van je werkzaamheden. Dat is bij jou wel eens het geval natuurlijk. Hoezo? Statiefje plaatsen, bodycammetje goed doen. Nee, alleen bodycam. Ja. Nee, coach grappig. Van de week mee geweest, grappig. Die kan me aan hoe snel dat allemaal gaat. Ah, oké, mooi. Dus. Mooi. Ga je zo mee? Waar gaan we heen? Een auto van de Wilhelmina kade pier afhalen, tenminste, die staat in een parkeergarage. Ja, is goed. Wil je wel werken, hè? Ja, laat maar. Jongens, tot ziens. Doei. Tot de volgende. Heel vaak krijgen wij de vraag, staan jullie nou zelf ook wel eens met tech of iets? Ja. Sterker nog, we zijn nu onderweg naar een van mijn collega's, die jullie al kennen, en dat gaan jullie zo zien. Die staan namelijk vast. En ja, ook ons kan dat gewoon overkomen. Dat je wel eens vaststaat. Gelukkig zijn we allemaal bergers, dus kunnen we elkaar helpen. Maar het kan de beste overkomen dat je een keer vaststaat. Nu ook, hij moest een autootje gaan helpen die problemen had. Nou, en om daar te komen moest je dan een soort half zachte weg over. Ja, dan kan het gewoon een keer gebeuren dat je net wegzakt en dat je vaststaat. Dat hoort er gewoon bij. Ik heb zelf ook wel eens vastgestaan. Dat was toen met de IJssel. Toen stond ik midden in de woonwijk, kon ik ook geen kant op. Daar ben ik uiteindelijk wel zelf uitgekomen. Maar ja, IJssel, daar zak je natuurlijk niet in weg. In blubber wel. Dus we gaan even kijken of we hem loskrijgen. En tenminste, we gaan hem gewoon loskrijgen. Wij hebben helemaal geen zware bergers nodig, joh. Tom doet het hartstikke goed, maar we kunnen het zelf ook af. Dus we gaan die kant op, gaan we eens even helpen. En dan zien jullie zo hoe die erbij staat. Hallo lieverd! Hallo vriend! Dat vindt u leuk hoor, dat u mij kan komen helpen hier. Ja, kan gebeuren toch? Ik heb ook wel eens vastgestaan. Wat doe je er dan met dit weer? Heb jij er een sper op? Nee man. Zet je luchtvering omlaag? Heb je wat meer druk op je trekkas? Anders bellen we Brutus joh. Ik hoop maar niet dat die achterkant gaat glijden. Joh. Bij jou? Ja. Nou, dan blijf je scheef omhoog komen. We gaan even kijken, joh. Ja, dit is wel... Ja, dat past wel. Dat lukt heus wel. Dat moet je uitvullen, hoe spannend jij dit vindt. Ja, dat zit ik net te vertellen. Dit is krapjes, hoor. Maar zo komen we er wel. Lepel op de grond en dan trekken. Je moet op de grond halen. Ik ga nog maar een stukje naar achteren. Ja? Nou, je moet je lier sterk maken. Ja. Ga maar door. In mijn spoor blijven. Zeg hem, ho. En mijn spoor blijven. Ja? En de dijk toe draaien. Ja, recht. Hou maar even zo. Even de PTO optoeren. Dan hebben we wat meer kracht. Denk het wel. Wat sta je hier nou te doen? Huh? Wat ben je nou aan het... Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het filmen, wat kan gebeuren dit? Wat ben je aan het filmen? Hoe jij... Doe eerst je dansje even. Want nee, die... hier zijn mijn Patrick. Die heb ik al... Jij mag dansen. Jij wel. Nee? Kom op. Heb jij je klapschuif, Tim? Ja, ik weet niet. Moet even kijken. Ik denk het wel. Wat? Eerst die lepel even op de grond leggen.
zou je zeggen, waarom? Ik wil de klap schuiven in die hoek. Ik heb maar één trek ook. Ja. En ik wil die lier daar houden. Ja, ik ga even kijken. Maar je zou toch zeggen dat jij ook moet weten wat je in je wagen hebt, hè? Ja, dat zou moeten, ja. Maar ik denk wel dat ik er één heb. Kijk, die lepel leg nou op de grond, zodat ik niet ook wegglij. Schuin op dijkje afgegleden, ja, kan gebeuren. Zeker door die gladheid. Als je begint te glijden, dan ga je gewoon. Sleep ook. Heb je, oh ja, zo, flink ook. Dat is een flinke jongen, Tim. Ja. Even die vrijloop van die lier aan. Ah, als het goed is, staat hij op vrij nu. Stroppen je. Dat past niet. Hij is denk ik een kleine oogje aan het pakken. Hij ben je, oh ja. Ook de verpast dit. Die denk ik wel. Maar past die daar? Heb je een harpsluiting? Eén grote. Strak kijken. Even lukken. Ik ga even aan de kant staan. Oba. Kunnen we jouw lier om die boom hangen? Met een jouw lier met een klapschijf om die boom. Zeg maar als je er klaar voor bent. En als we jouw lier hier naartoe hangen. Daar komt een stukje. Je bent al wel hoger. Ik ben al een heel stuk hoger. Ja. Ik moest mijn luchtvering omhoog zetten, omdat anders de onderboven van mijn lepel op de grond ligt. Op de grond, ja. En misschien even met een schep die bende ervoor weghalen, dat die... Ja, maar als ik eenmaal daar overheen ben zo... Ja, dan ben je er. Kijk, ik had me eigenlijk al opgevuld met balken en alles. Ja. Het probleem was, die staat vast. Vierkant vast. Die staat daar om het bochtje. Ja. Maar het zit daar ook met zo'n bruggetje. Ja. En naar me toe gehaald. En dan trok je jezelf opzij? Nee. Dat had mij wel goed verankerd, maar op het moment dat ik mijn eigen moest gaan verzetten, toen deed mijn wagen wel dit. Oké. Logisch, want dan staat een trek in die gladde bende natuurlijk. Ja. Ik rij even naar voren. Nee, moet je kijken, ik ben ook een stuk naar achter gekomen hoor. Daarom gebruik je dat ding, anders was ik helemaal naar achter geschoven. Andere ding.
Weet je wat is het? Hoe korter die lier houden, hoe sterker die is. Hoe sterker die is, ja, ja. Goedemorgen, hè? Je eigen winst aan het gaan. Ja, dat sta ik net te vertellen, ja. Hoe, Tegen wie vertel je dat? Tegen de mensen. Ja, maar je bent bij mij aan het werk nou. Ja, ja. Dan denk ik dat Patrick toch gelijk hebt. Je gaat in je eigen leuke praat. Moet je niet hebben. Ik praat altijd in mezelf. Zeg maar als je klaar voor bent. Zeg maar. Ja, je bent los hoor. Nou, die BMW nog. Huh? Nou, die BMW nog. Ik kan hem losgooien, denk ik. Ja, dan stik je naar voren, dan blijf je maar voorbij staan. Ja, dat lijkt me wel. Naar achteren. Ja. Ik gooi hem even los en dan rijd ik naar voren. Ja. En nou, zelf loskomen. Tenminste, ik sta niet vast, maar omhoog komen. Het is best wel stijl. Dan moet ik echt in één keer door. Ja, ja, ja. Niet schakelen. Naar beneden. In zijn één blijven. Ik slip ook alle kanten hoor. Dat zie je op beeld natuurlijk niet, maar... Kijk, dit is natuurlijk als het normaal nat is, is dit al super glad. Voor een vrachtwagen, omdat je zo zwaar bent. Maar nu, met dat ijs en die sneeuw, wordt het natuurlijk nog veel gladder. Je ziet hier, hier heb je die lepel gestaan, daar heb je die lepel gestaan. Liever glad nou, Tim? Nee. Beetje modderig nou. Dat is ongeveer net zo glad. Ja, dat zit ik net te vertellen. Ik zeg, als je met... Met water, gewoon met regen, is dit al glad voor ons. Laat staan met die sneeuw. Maar je bent er weer. Maar dat ding staat vierkant vast, Jeff. Achter. Achter. Krijg je niet uit z'n P. Zit sleutel erin? Mag ik eens? Ik heb bij de BMW dealer een trucje geleerd. Ik heb bij de BMW dealer een trucje geleerd. Mag ik het eens proberen? Zo zie je maar, of we nou zelf vaststaan of een auto, alles gaat mee. Zowel Jeff gaat mee als de auto waar hij voor kwam. Binnen! Ik kan alleen een beetje tegen zitten, toch Tim? Dat geeft niet. Ah, één voordeel, die man hoeft niet meer te spitten hier zo. Nee, nee, de bieten kennen zo het veld in nou. Nou, die melding met Jeff heeft nog een beetje uitleg nodig. Hij moest daar achteruit naar beneden op een paadje, wat normaal gesproken ook al super glibberig is. En er ligt er nu ook nog sneeuw en ijs. Nou, je kan je voorstellen, dat maakt het alleen maar erger. Die auto stond ook om een hoekje en vast, dus daar moest hij hem eerst omheen gaan trekken. Nou, met het trekken daarvan is zijn achterwiel van dat dijkje afgeraakt. Kan gebeuren, wat ik zei, ik heb zelf ook wel eens helemaal klem gestaan midden in een boomwijk, met ijzel was het toen. Als je eenmaal begint te glijden, je houdt zo'n vrachtwagen niet tegen. Weegt minimaal 12.000 kilo, als dat glijdt, dan ben je gewoon de lul. Maar gelukkig, met de lier, dus met een klein beetje kracht erop, krijg je hem altijd wel los. Nou, zo ook nu, kan gebeuren, kan iedereen overkomen, maar wel gelijk hebben we nu de vraag beantwoord van joh, helpen jullie wel als collega's? Jazeker, want ook wij maken wel eens een foutje en dat is helemaal niet erg en daarom laten we het ook gewoon zien. Kan iedereen een keer overkomen, hoef je ook nooit voor te schamen. Gelukkig kan het opgelost worden en dan gaan we weer door. Dat was weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Ja, met de sneeuw. We hebben best wel wat te doen gehad. Al was het in het zuiden van het land, lag er nog veel meer sneeuw. En als je dan ziet hoeveel wij al te doen hebben, heb ik medelijden of juist niet. Als je veel van je werk had, maakt niet uit. Maar met de bergers in het zuiden van het land, die hebben het echt wel druk gehad, denk ik. Stiekem hoop ik dat hier ook nog wel een beetje sneeuw komt. Want ik vind het zelf altijd wel leuk als bergen zijn. Dan zijn dat de dagen. Dus ja, dat was hem weer. Vergeet niet op Instagram mij ook nog even te volgen. Toetruck Tim. En abonneer, like. Het hoort er allemaal bij. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Voor nu maak het niet erger, Bellenbergen. Tot volgende week.